schop je been even los. Dat is gewoon heel erg jammer en een enorm gemiste kans. Want er is al zo weinig voor mensen met een beperking. En ze kunnen niet bij een gewone sportschool terecht. De meeste niet tenminste. En ja, wat heb je dan? Fysiotherapie. En dat is heel nuttig, maar dat heeft niet die sociale leuke functie van echt samen met elkaar sporten. Een sportles bestaat uit rek- en strekoefeningen en dan vaak een balspel. Dat wordt georganiseerd vanuit Recreatie Sport Almere. Ze krijgen 10.000 euro subsidie voor meerdere projecten, maar dat wordt teruggeschroefd naar 7500. En daardoor is er geen geld meer voor het uurtje gehandicapte sport. Heeft iedereen in de gaten bij wie die hoort? Ja? Als ze het toch nog willen behouden, moet volgens instructrice José Salé de contributie meer dan verdubbeld worden. Dan gaan de kosten dermate omhoog. En het zijn natuurlijk mensen die natuurlijk chronische beperkingen hebben, dus niet meer in het gewone werksysteem zitten. Dus ja, dan wordt het zo hoog dat het voor hun niet meer betaalbaar is. Deelnemster Trudy is boos dat dit project nu de dupe wordt van de bezuinigingen. Ik begrijp het gewoon niet. Er is geld voor een project als de Floriade. En zoiets kleins als dit, want we hebben het helemaal over, dat is er niet meer. Dat kan ik gewoon niet begrijpen. De enige oplossing zou het aantrekken van meer deelnemers zijn, want daardoor kunnen de kosten naar beneden. Een mannetje 15 en we zitten nu op 10, dus zoveel vraag ik niet.